Hi toppertjes, Juffie Jill is hier. En welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag iets serieuzer. Misschien loop ik een beetje achter de feiten aan. En misschien is het een beetje te laat. Maar boeien, want we gaan het hebben over stemmen. Vorige week konden we gaan stemmen. Iedereen die 18 jaar of ouder was. Misschien heeft jouw vader of moeder wel gestemd. Of heb je zelf wel gestemd. En natuurlijk heb ik ook zelf gestemd. Kijk maar eventjes. Het is vandaag woensdag 17 maart. Ook wel stemdag. En wij zijn onderweg naar de stembus. Ik krijg heel veel leuke aandenken. Een potlood. Woe! Maar waarom moesten we nou eigenlijk gaan stemmen? Ja, vroeger had ik namelijk geen idee waarom we moesten gaan stemmen. En soms weet ik dat nu nog steeds niet. Dus bij deze dacht ik, laat ik dat nou eens gaan beantwoorden. Laat ik mij nou eens gaan verdiepen in de politieke wereld. Er wordt elke 4 jaar gestemd. Dus 1 keer in de 4 jaar moeten we gaan stemmen voor een nieuwe regering, nieuwe Tweede Kamer. Maar wat is nou de Tweede Kamer? Goeie vraag. In de Tweede Kamer worden heel veel beslissingen genomen over Nederland. In de Tweede Kamer maken ze wetten. Wetten die dan moeten worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Dus die heb je ook nog. Ja, daar ga ik nu niet op in. Met hoeveel leden bestaat de Tweede Kamer? Ook een goede vraag. De Tweede Kamer bestaat dus uit 150 leden. Die leden noem je ook al Kamerleden of volksvertegenwoordigers. En deze volksvertegenwoordigers zijn wel verspreid over verschillende politieke partijen. Maar wat zijn dan politieke partijen? Politieke partijen, dat zijn groepjes mensen die veel hetzelfde denken over onderwerpen. Zoals het milieu of het onderwijs of noem het maar op. Je hebt linkse partijen en rechtse partijen. Linkse partijen willen, even makkelijk gezegd, het verschil tussen arm en rijk kleiner maken. Linkse partijen zijn ook vaak progressief. Dat betekent dat ze voor vernieuwingen zijn in het land. Een paar voorbeelden van die partijen zijn bijvoorbeeld PvdA, Partij van de Dieren, GroenLinks, SP en dan heb je ook nog rechtse partijen. Rechtse partijen zijn vaak conservatief. Dat betekent dat ze het graag allemaal bij het oude willen houden. Even makkelijk gezegd, er zit natuurlijk nog veel meer achter. Een aantal van die partijen zijn de VVD, de PVV en Forum van Democratie. En natuurlijk nog een aantal andere. Een paar weken voordat we mogen gaan stemmen, brengen alle partijen hun verkiezingsprogramma uit. Hierin staan al hun standpunten. Dus alle onderwerpen waar zij achter staan. Alle belangrijke dingetjes waar zij achter staan. Ik heb persoonlijk eigenlijk nooit echt een idee op welke partij ik moet gaan stemmen. Ik heb me nooit echt verdiept in de politiek namelijk. Ik vind het ook meestal wat saai. Ook wel moeilijk eerlijk gezegd. En daarvoor hebben ze iets bedacht. De stemwijzer. De stemwijzer is een soort vragenlijst online. Je moet allemaal vraagjes gaan beantwoorden. Met eens of oneens. En die vragen gaan over onderwerpen die op dit moment spelen. Zoals het milieu en het onderwijs. Nadat je de stemwijzer hebt ingevuld, gaat hij jouw antwoorden vergelijken met de standpunten van de verschillende partijen. De partij die het beste bij jouw antwoorden past, komt er helemaal bovenaan te staan. Een week van tevoren krijg je ook je stempas binnen. Je stempas is je bewijs dat je mag gaan stemmen. Op de dag van het stemmen neem je stempas mee. En een geldig legitimatiebewijs. Die lever je in en in de ruil van je stempas krijg je een stembiljet. En dat is echt een joekel van een ding. Het uitvouwen, inkleuren, terugvouwen duurt langer dan heel deze video bij elkaar. Dus daar ben je wel even mee bezig. Maar je gaat dan naar een hokje waar niemand verder kan meekijken. Dat mag dus niet. Kleur je mooi dat bolletje in. Vouw je hem weer terug. En dan stop je in een... Ja, dan stop je eigenlijk je stembiljet in een kliko. Want dat is het, een kliko met een gat erin. Erin en dan ben je klaar. Eigenlijk is het dus super simpel. Wanneer de stembussen sluiten,
worden alle stemmen handmatig geteld. Deze stemmen worden uiteindelijk omgezet in zetels. En er zijn 150 zetels te verdelen. Dan weet je nog, er waren 150 leden in de Tweede Kamer. Om de zetels zo eerlijk mogelijk te verdelen, is er een rekensom bedacht. De kiesdeler. Om de kiesdeler te berekenen, wordt het totaal aantal stemmen gedeeld door de zetels die te verdelen zijn. Ja, even een voorbeeldje. Er zijn bijvoorbeeld 1,5 miljoen stemmen uitgebracht. Die deel je dan door 150 zetels. 1,5 miljoen delen door 150 is 10.000. Dus bij de 10.000 stemmen heb je 1 zetel verdiend. Om te kunnen regeren heb je de helft plus 1 zetel nodig. Dat zijn dus 76 zetels in totaal. En omdat één partij dat eigenlijk nooit kan halen, regeert er eigenlijk nooit één partij. De partij met de meeste zetels mag wel kiezen met wie die dan wil gaan regeren. Dus het kan zomaar zijn dat ze met z'n vijven zijn. Het kan ook zomaar zijn dat ze met z'n drieën zijn. Als je maar die 76 zetels in totaal hebt. Deze partijen samen heten de coalitie. De partijen die overblijven, die heten de oppositie. En de oppositie kijkt heel kritisch naar de plannen van de coalitie. Hierover gaan ze dan samen in debat. Maar de volgende vraag is, moet je nou eigenlijk stemmen? Nou, vroeger dus wel. Tot 1970 moest je stemmen. Nu, je mag zelf kiezen, doe je het of doe je het niet. Er zijn ook mensen die echt heel lang twijfelen voordat ze een keuze hebben gemaakt. Zulke mensen heten zwevende kiezers. Ze weten eigenlijk niet zo goed op wie ze nou moeten stemmen. En ze kunnen zelfs op het punt dat ze in het hokje staan nog niet weten op wie ze zouden gaan stemmen. Dat beslissen ze gewoon op het moment zelf. Nog zo'n leuke vraag. Waarom moet je nou eigenlijk met rood stemmen? Eigenlijk is het best wel logisch. Het is namelijk een moeilijk uitwisbare kleur. En het is heel helder. Dus het is een stuk makkelijker en een stukje sneller om de stemmen te tellen. Ik hoop niet dat je in slaap hebt gedut. Zou een beetje jammer zijn. Want ik heb echt mijn best gedaan om dit zo snel, kort, duidelijk mogelijk uit te leggen voor jullie. Ben je nou niet in slaap gevallen? Doe dan even een duimpje omhoog. Ben je wel in slaap gevallen? Hoop ik dat je lekker hebt geslapen. Maar doe dan ook even een duimpje omhoog. Vond je dit nou weer leuk? Abonneer dan eventjes. Dan kan je mij de volgende keer weer zien. Dan zeg ik voor nu. Doei doei. En ja, dit potloodje mocht je houden dit jaar. Door corona. Dus ik heb een verzamelitem. Je mag hem kopen. 10 euro.